Yo, it's your boy Kitchy. Zo, alweer een nieuwe interview met de mannen van Eigenmakelij. Ik ben hier vandaag met Close en met TY, man. Zo, boys, hoe gaat het? Ça va, goed, merci, met jou? Ja, lekker gaat het. Net een sessie gedaan, sessie 4, niveau 4. Ja, en was dope. Ja, was dope. Van het hart, ja. Ja, oké, okay, super. Ik verwacht goede dingen, laat me het zo zeggen. Nou, we hebben twee soorten interviews voor jullie allebei vandaag. De eerste interview is een beetje gewoon van een paar persoonlijke dingen over jullie allebei. En daarna wat snelle vragen eigenlijk. Nou, eerste vraag die ik aan jullie allebei zal stellen is, geef mij een unieke introductie van jezelf die we niet vinden online. Ik heb geen Wikipedia-page, dus dat is vrij gemakkelijk. Okay. Ik ben Close, ik ben artiest, producer, engineer, label-eigenaar. En ik doe eigenlijk van alles om de game vooruit te krijgen en omhoog te krijgen. Weet je. Okay. Eigenlijk elke manier mogelijk. Super. En TY, en nu dan? Ja, ik ben TY. Thierry is mijn gewone naam. Ik ben van Genk afkomstig, Winterslag. Ik werk in de fabriek, ik ben gewoon een arbeider. Okay. Ik maak muziek, ik hou ervan. Ik hou van eigenmakelij. Ik hou van wat we doen. En ik hoop dat ik dat nog heel lang mag doen. Gewoon muziek maken en mezelf een beetje kunnen uitdrukken. Oké, okay, super. Dat hopen wij dus allemaal. Hè. Goede muziek mag altijd blijven komen, laat me het zo zeggen. Voilà. Super. Tweede vraag. Hoe onderscheiden jullie zelf eigenlijk van alle andere hip-hop artiesten hier in Vlaanderen, als ik vragen mag? Ja, EM. Ja. Voor mij, ja, hoe onderscheid ik mij? Ik denk ten eerste hier al sowieso via mijn dialect en via mijn achtergrond die ik een beetje probeer mee te geven. En ja, je hoort ook gewoon als je mijn vorige projecten luistert naar Ilawo, Tabula Rasa. Weet je, dat zijn echt speciale, unieke concepten waar ik mee probeer toch een beetje mijn eigen stempel te drukken op het ding wat nu gebeurd is. Ik hoor het niet gebeurd. Ja. Oké, okay, is goed, super. En u, Close? Dat was de vraag. Dus, hoe onderscheid jij jezelf eigenlijk hier in Vlaanderen van al die andere artiesten? Hoe onderscheid ik mezelf als artiest? Gewoon, denk je, mijn stijl van schrijven of zo. En, ik weet niet, ik probeer altijd wel. Ik doe gewoon mijn best om goede teksten te maken, weet je. Oké. Allee, als rapper dan. En, om toch altijd iets te proberen te zeggen dat ergens op slaagt, I don't know. Super, dat is een goede ingesteldheid. Oké, super. Laat me zeggen, hoe gaat het eraan toe op vlak van hip-hop in jouw stad eigenlijk op dit moment? Wat vind jij daarvan? Ja, in Antwerpen is het echt belachelijk hoeveel talent er zit, weet je. En elke maand komen er wel nieuwe artiesten die ik doop vind. En de jeugd is gewoon super gemotiveerd en super getalenteerd. En ik hoop dat die er allemaal iets aan kunnen hebben. En dat iedereen gewoon er iets van kan maken, weet je. Iedereen dat toch serieus meent, weet je. Want hip-hop is gewoon iets dat je ver kan brengen, weet je, als persoon. En, ja, dat talent, er is een kleine markt, maar dat talent is echt waard, weet je, om beloond te worden, weet je. Oké, okay, super, mooi gezegd. En jij, TY, wat vind jij daarvan eigenlijk? Vind je, hoe gaat het eraan toe, laat me zeggen, bij jou dan thuis eigenlijk, qua hip-hop? Ja, bij ons in Limburg is het denk ik een beetje moeilijk, omdat we zitten heel ver. En om door te drukken is het inderdaad een beetje moeilijk. Like, toen ik pas bij EM kwam, was het echt wel van wauw, weet je. Ja, tuurlijk. Dus dat is wel heel waar. Maar tegenwoordig heb je echt boys, gelijk mijn buurjongen Shahid, shout-out naar Shahid, die gewoon, weet je, los op 2-3 dagen 500 views, 500.000 views kunnen halen. Dus dat is crazy. Dus die boys zijn er echt ook al heel lang mee bezig. En er gaat sowieso nog veel meer volgen, denk ik, ook vanuit Limburg. Dus iedereen is hard aan het werk. En hebben we een goede mentaliteit. Nou, dus, dat moet, hard werk beloond, zeggen ze altijd. Dus is lekker. Oké, en wat vinden jullie van de vooruitgang zelf gewoon in Vlaanderen qua hip-hop, qua muziek? Ja, de vooruitgang in Vlaanderen. De laatste 10 jaar is dat is niet normaal geëvolueerd, vind ik zo. Ook de MC's en de jonge gasten die nu komen met hun shit. Ik trek er echt wel grote ogen van. Zo. Dus okay, echt okay. Hoog niveau, sowieso. Mooi. Ja. Evolutie van hip-hop in Vlaanderen. Ja, in Vlaanderen. Ja, man, hip-hop staat hier gewoon op springen, weet je. Echt waar, staat op barsten, staat op ontploffen. Ik bedoel, er zijn geen andere woorden voor.
we hebben nog meegemaakt dat er niks was, weet je? Ja, dat, er, dat artiesten optraden voor artiesten. Dat er nog geen enkel festival hip-hop deed of niks. Je werd uitgelachen als je rapte, weet je? Wauw, oké, okay, ja. En nu, ja man, hoe hard dat de jeugd erin gelooft en hoe hard dat die bezig zijn. En, ja, het is buiten blauw, weet je? Oké, we gaan niet groot. België of Vlaanderen gaan niet dubbel zo groot worden, weet je? Dat blijft een klein land. Maar we zijn nog op een niveau aan het komen, weet je? Ik ben fan van keiveel artiesten, weet je? Van hier. Dus dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oké, okay, dat is fijn om te horen. Nou, en laat me zeggen, welk aandeel zou Nivo 4 hebben? Daarin volgens jou, denk je, hier in Vlaanderen? Het aandeel van Nivo 4? Ja, ik geloof er echt hard in. Ik denk dat Maestro ook de juiste persoonlijkheid heeft om dat te doen. En de juiste energie en motivatie. En het team is er ook goed omringd en zo. En het wordt serieus aangepakt. En het is belangrijk dat we iets hebben van ons eigen weten. Mm-hmm. Ik bedoel, waar artiesten van hier prioriteit zijn. En niet altijd tweede rangs of vergeleken met een ander land als Nederland of zo. Fuck dat weten. We hebben onze eigen stijl weten. Klaar. Erg shit. Oké, okay, goeie man. En T.Y., wat denk jij daarover eigenlijk? Ja, we waren aan wachten op niveau 4, hè? Ja? Sowieso. België was aan wachten, dus... Oké, is goed. Dat is fijn om te horen. Nou, moois. Dankjewel, Klaus. Dankjewel, T.Y. voor de eerste interview. Nee, sowieso. Thanks, man. Yeah.